Vooral in het oostelijk deel van de Waddenzee, voor de kust van Groningen, worden in deze tijd nogal eens in de steek gelaten zeehondenbaby's aangetroffen. Maar als ze ontdekt worden, is er redding mogelijk. En wel in een opvangcentrum in Pieterburen dat is ingericht door het onderwijzers-echtpaar Het Hart. In de tuin achter hun huis hebben ze twee bassins aangelegd waar de dieren in kunnen rondzwemmen. Als ze tenminste daartoe in staat zijn. Deze kwam binnen met een absces en later kreeg hij dus bronchitis. Maar er is waarschijnlijk van dat absces is ook iets naar binnen gegaan. Dat kan dus, hè? Hij was zo ziek, zijn kop viel gewoon slap op de grond. Om de twee uur ging ik 's nachts kijken. Nou, en in één keer, nou, dan knappen ze zo in één keer op. Dat is gewoon een wonder. Ze huilen. Ze huilen. Ja, in het begin vreselijk, 's nachts zo. Hij kucht nog een beetje, dat is van de bronchitis. Als ze dus eerst komen, krijgen ze havermouten, pap, hè? Aanstellen. Ze kunnen dus zelf nergens op sabbelen of drinken, dat wil niet. Je moet echt per maag slaan. Maar nu krijgt hij dus al een klein beetje vis. Dat is voor de overgang van de moedermelk op visvoeding. Ze eten op het ogenblik al een kilo haring per dag. En dat wordt straks dus eerst 2 kilo en dan nog meer. Een zeehond komt ons op ongeveer 100 gulden in die weken die we hem hebben. En dan is het nog laag geschat. Er is een actie gestart om de familie Het Hart financieel een beetje te ontlasten. Voor 100 gulden kan iedereen zo'n speelse zeehondenbaby adopteren. Want er is niet alleen voedsel nodig, maar vaak ook penicilline, zalf en andere medicijnen. Over het algemeen duurt het zo'n 1 of 3 maanden voordat de dieren voldoende zijn aangesterkt. Als ze lekker vet zijn, dan gaan ze weer weg. Dan gaan ze naar het wat terug. Dan moeten ze zelf hun kostje op gaan zoeken.